Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Metro Exodus. We gaan natuurlijk weer verder waar wij gebleven zijn, want eindelijk zijn we natuurlijk weg uit de plek waar we gestrand waren met de Aurora en gaan we nu weer verder, ja, naar Yamantai toe. Ik weet niet wat er allemaal op ons pad gaat komen. We kunnen natuurlijk meer vijanden tegenkomen. We kunnen meer mutanten tegenkomen. Maar we gaan er maar op één manier achter komen. Dus vind je het leuk? Ram natuurlijk zo'n keihard op lijn op. Zou ik super, super doof vinden. En dan gaan we weer verder. Artyom. Artyom. Ik ben wakker. Wake up, dear. Was even in slaap gevallen. Is he up yet? Artyom. The colonel wants you on the bridge. See you later. Yo. Come on, wake up. Moet ik wakker worden zodat jij verder kan slapen, hè? Ik heb je wel door. Job there. We are not home anymore. So we'd all better act like you did. Smoothly. It's not like there's many of us humans left now. So I hope someday we will be able to trust others just because they are people too. Am I bothering you? Sorry, I'm in a philosophical mood today. Ja, ik vind het niet erg hoor. We zitten nu natuurlijk in de wagon zoals je ziet. Er hangen hier ook mooie wapens. Dat zijn de twee wapens die wij zelf mee hadden, joh. Die shotgun en die... ballenpistool noem ik maar eventjes. Maar we zitten nu in de wagon die we natuurlijk mee hadden genomen. En ze hebben het best wel mooi, mooi aangekleed. We hebben hier zelfs nog in gevochten toen. Uncle Artyom, Uncle Artyom. Uncle Dokarev has already set his shop up. Oh, ik volg je wel even. Ja? Yeah. It's so cool. So? Hey, Uncle Artyom. Ah, hi Artyom. See my new place? Fit for a king, I must say. And what do you think of this workbench, eh? Everything is within reach, yet there's so much space left. Ja, je hebt de ruimte nu, jongen. You and the guys found outside and gave to me went into making this workshop happen. So thank you. We'll have to keep pitching in like this too. Looks like we're facing a long journey, and useful things like ammo or equipment don't grow on trees. Daar heb je gelijk in, ja. From Moscow we get, the harder they'll probably be to get. So don't forget to collect all the materials you find to keep us going. There's so many things to do. I haven't decided where I'm going to work on the suits. But I'll have to, and soon. Hij eindigt altijd, and soon. We fixed our uniforms. Some of our people are starting to look... Hey, ik wil eerst een nieuw uniform, dat weet ik wel. We hebben hier een workbench. Dus ik maak heel eventjes wat nieuwe medikits, want die heb ik echt wel nodig, want die hebben we laatst allemaal opgebruikt. En ik koop meteen weer even nieuwe ammo, of ik maak meteen weer even nieuwe ammo, voor de, als we het nodig hebben, want ik heb natuurlijk heel veel ammo ook gebruikt. Verder hebben we niks nieuws zo te zien. We kunnen wel andere wapens nu meenemen, wacht eens even. Hebben we iets anders? Ja, kijk, we hebben zelfs een SL driver. Ik heb eigenlijk liever een SL driver dan een shotgun. Dus vandaar dat ik het eventjes op deze manier aanzet. Suppressor, standaard barrel, long barrel hebben we hier nog. Dat doet de damage omhoog. Ja, op zich een silencer hebben we ook al op onze revolver staan, dus die heb ik niet echt nodig. Scope erop, hoe dan ook. En een grote magazijn erop. En we kunnen nog een laser erop doen. Nou, oké, dan houden we dat er ook nog op. Heb ik nu de shotgun dus omgereld voor deze AK, lijkt het op. Hij is natuurlijk een beetje geïmproviseerd op die manier. Alle wapens zijn ook schoongemaakt, dus dat komt helemaal mooi uit. En daar ben ik dus ook wel blij mee. Oké, cool. Hey, blijven jullie maar lekker doorpraten met z'n tweeën? Dan loop ik rustig verder deze kant op. Oh, smoke break. That's good. Oh, ik dacht eigenlijk dat ik hier naartoe moest. Oh, ja, maar ik hoef geen sigaretten te hebben, sorry. Ik dacht dat ik naar de voorkant van de trein liep, maar ik liep naar de achterkant. Ik liep compleet de verkeerde kant op, joh. Iedereen heeft mooi zijn eigen hokje, dat hebben wij gewoon geregeld. Hè? Heb een gitaar staan! Heb een gitaar! Artyom, come on in, have a seat. Stepan's putting on a live performance here. Ik kan ook spelen. So, Artyom, are you up for a jam? Come on, pick the guitar up.
kunnen gewoon gitaar spelen, joh. Leuk feitje. Ik kan één nummer op de gitaar spelen. En dat is Sigrist komt de stoomboot. Dat is letterlijk alles wat ik kan. Oi, 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 oi. Ja, ik heb alweer genoeg gejamd. Het spijt me, maar ik heb er niet zo'n zin in eigenlijk. Veel plezier hier in jullie hokje. Sorry to ask, Katja, but that's just fun. Stop it already. Well, what did you expect? The colonel's waiting for you on the bridge. So, what's up with your plate carrier? Zij staan lekker te drinken, dus ik loop gewoon naar de bridge toe. Deurtjes openen. Kijk, daar staat hij hoor. Kom hier, Artie. Yo, ik ben er. Zodat het wat langer duurde. Listen. I had a talk with the Ark. All thanks to Tokarev. He got the decoder working. Ark, come in. Come in, Ark. Over. Hey, this is Ark. Identify yourself. Over. This is Colonel Stevenson, me on the call speaking. I'm in command of a special operations force. We have received your signal and are currently heading your way. Do you copy? Over. Yes, yes. They hear you loud and clear. Who am I talking to? How do you address you? The Deputy Chief of Communications Department, Major Ivanov. A moment. Oh, yes, Major. I understand that the checkup is in order. Great, Colonel. Melnikov? Simply capital. I am sorry for the lack of trust, but as you know, the situation is dire and the enemy is always ready to strike. Ja, klopt, dat klopt. I do understand, Major. And I hope that you can tell the leadership that my people are true to their duty and will be at their full disposal as soon as we arrive. Thank you for the great news. How large is your force, Colonel? I have a squad of the best operatives the special forces have to offer. Ik vertrouw het niet helemaal. I see. Well, this is great. Great. Yes, we are a large force, but we bring a message of extreme importance. Hij geeft ze nu allemaal informatie, maar. Je weet natuurlijk niet of die basis al over is genomen door de vijanden, want er gaat natuurlijk nog wel een oorlog in de weer. K6, Alpha, you say, as far as I can see, there have been no enemy encounters reported in the area, Colonel. I regret. I must end our conversation here, but know that we are waiting for your arrival. Ze weten nu dus dat we eraan komen. I am making my report immediately, and I am sure the Minister of Defense will be eager to see you. This is a great honor. Thank you. Just a few words more, though. What is the general situation there, Major? Please. Colonel, sir, you do understand this is classified information, but I do understand you. We are doing fine. Do not worry. Well, see you in the Ark. Over and out. I serve the people. Over and out. Ik vertrouw het niet helemaal, als ik eerlijk ben. You get this now, you doubting Thomas. I'm so excited, my hands are still shaking. Hij vindt het helemaal cool, joh. This is incredible. By the way, Artyom, you should take a look at the map. Is goed, jongen. Ja, we gaan dus snel naar ons doel toe. We rijden nu dus rechtstreeks op ons doel af, oftewel Yamantau. En ja, je hoorde net al over de radio dat ze ons wel verwelkomen. Maar op een of andere manier, ik zei het al, ik vertrouw het gewoon niet helemaal. Ik weet niet of het daar nog wel zo veilig is. En ik weet ook niet of ze ons met open armen gaan ontmoeten, mochten ze vriendelijk zijn. Dus we gaan erachter komen. Hij heeft in ieder geval met de minister van Defensie gepraat. En hij was helemaal excited, Miller. Dus je hoort ook over die radio. Helemaal blij, we zijn met zo'n groep, dit, dat. We zijn niet met een hele grote groep. Dus eigenlijk heeft hij alles al verklapt met hoeveel we waren. En ja, ja. Het was niet zo slim om dat te doen. Maar ja, lekker laten gaan. We gaan het zien. We gaan er naartoe. We gaan ons doel bereiken. Hiervoor zijn we helemaal deze kant op gereden. Maar gaat het goed? Railcar, what's going on ahead? Over.
abandoned, but the truck is okay. Over. Roger that. Don't go too fast, and watch out for radiation. Over. Roger that. I still can't believe this. We're there. You get this. We're finally there. I'm so blind. This has been our goal, not for weeks or months, but for 20 years. My whole life. And it was not spent in vain. Now I know it for a fact. Mama, look. Are we going to live here now? I don't know. Why? I don't like this place. It's creepy. Don't say that. Nou, ik ben het wel een beetje met de eens, Katja. Everyone, masks on. Yo. Yes, of course. Come on, Nastya. Maskers op, want er gaat weer radiatie. We're taking the rail car from here. Wait for Artyom and me. How about me? You've been dreaming to get here for so long, and are now leaving me behind? Am I your daughter or not? Alright, come with us. Or else I'll never hear the end of it. Anna gaat ook mee. Remak, stop the engine. We remmen langzaam af en dan gaan we de railcar die hier staat, die we natuurlijk ook hebben gerecoverd. Die gaan we nemen om verder te komen. Zo. Dat ding is groter dan ik dacht, joh, toen we vorige keer erin zaten. Oei, oei, oei. Het was natuurlijk ook donker. Nu zien we hem in het licht. Even Anna helpen, zo. Take the Aurora back to the safe zone and sit tight there. We'll do that right now! Stepan, you're in charge while I'm away. Sir, yes, sir! Great. Let's go! Ze rijden met de Aurora achteruit. Zodat ze uit de radiatie zijn. En wij gaan vol die kant op. Alles is kapot, hè? De Aurora die staat op zijn plek. Dus die is uit de radiatie en die zijn dus veilig. En wij gaan nu met hoeveel man zijn we? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ik ook 7 man zijn we. Look at all those cars. Artyom was right. People were coming here from all over the country. Yes, they were. Nobody came from Moscow though. Until now. So much time. All these autos here. We'll make up for that now. Wow. Well, we're almost there. Dit is een mooi karretje. Moet je deze zien, joh. Die is vet. Gaat de poort voor ons open? Hangt de wapen ook, hè? Okay, so where's my welcoming committee in red carpet? I don't get this. Oh, see, nobody home. How about we go back? Niemand vertrouwt het. Ik ook niet. Uh-oh. Jongens, kijk uit. Blijf ook gewoon staan, joh, die gekken. Oh. Colonel Mueller, here to report to the Minister of Defense. And where are your people, Colonel? With the train. It's dangerous outside. Contact them and tell them to take the train into the main airlock for decontamination. Welcome to the Ark, Colonel. Proceed through the tunnel and take the elevator. You'll be met inside. Okay. De poort die gaat voor ons open. Zo, zo, dat is een deur. Ho, ho, ho. Tweede poort gaat ook open.
So far, so good. Could use some cleaning at the very least. Zeg dat wel, ja. So, idiot. You know what? There's no need for us all to crowd the government. So you two better stay with Chris. Yes, sir. Sir. Yes, sir. De lift die werkt ook nog. Oh, ik vind dit maar niks, joh. According to the minister is no joke. Ah, get off my case. I pulled an all-nighter. Yeah, I have the speech. Don't you feel like you should say something to Artyom now? Yes. You were right, Artyom. And I was wrong. Thanks for not giving up. No problemo, jongen. Zo, hij heeft een mooi scoopje op zijn AK, zie je dat? Lijkt wel een beetje een infrared scope. Daar zijn we. Nou, ga eens even lucht op ons spuiten, denk ik. Nee, niet eens. Mag ik ook hier blijven staan? Jesus, ik schrik ervan, jongen. Comrade Minister, commander of the Joint Special Operations Forces Squadron of the City of Moscow, Colonel Miller, reporting. I would like to request that my people are provided with temporary quarters and supplies, as there are women and children among us. Still, our fighters are in top shape and ready for action. Women and children? Good. Haven't had those in a while. Who are you? Jongens, ik zei het, hè. Holy! Ho! Dit zijn niet... Oh! Zo! Oh, Conrad, ik zei het, hè. Ik zei het. Kijk een vechten, joh. Ja, wij zijn al neergehaald gewoon. Ik wist het. Ik wist het. Ik zei het al heel de tijd, hè. Oh, er hangen ook allemaal mensen of niet dan aan het plafond. Oh, er hangen overal mensen. What the... Where am I? Where are the others? Everything is going as planned. Everyone is fine. So far. So far? I demand a meeting with the Minister of Defense now! Do not worry. Everything will be just fine. And even better. The minister and the chief himself are expecting you for dinner. Dinner? What the hell? Are you fucking mocking me? Shut up! The doctor is talking. Where is the government? Er is een creep daar links. All here, Colonel. All here. We are the government you people deserve. Don't you dare, you fuck! You're just fucking cannibals! Calm down, we'll get jaundice like this. And believe me, nobody likes that bitter taste. The girl will have to wait, though. We must run the tests first. I don't like that cough. Untie my hands, you motherfucker! And I'll shove those tests so far up your ass, you'll be spitting them! Watch your tone, young lady. Do as that young man does. He woke up long ago, but quietly listens to wise people talk. You fucker! Let me go! So, Colonel, now you will pick up the radio and tell the rest of your people on the train to come here. If you don't want her to suffer for a really long time before she is served. Do you understand? Ze eten mensen hier, ouwe. 100% zeker. I was hoping for an intelligent conversation for a change. Alas. That's not the problem, though.
since this nice young man will surely do it instead. He won't dare be contradictory once we're done with you. Well, nice meeting you and all. Yakov, you may start. I'll get you even after I'm dead. Kunnen niks. It may well happen, Colonel. I could choke on you or something. In the meantime, I'll excuse myself. Come here, I'll rip you all apart. Every last one of you should have done that before the war. Schakel iedereen uit! Schakel iedereen uit boven! Ons team is er! Schiet jongens, ze komen eraan, ze komen eraan, ze komen eraan! Ja hoor! Ze komen ons helpen, let's go! Zo, ik had zo'n granaat, jullie gek! Ik zit alleen nog vast met mijn handen, dus ik kan zelf ook niks! Ja, thanks. Hier. Dat is onze rugzak. Dank je, Sam. Maar het is niet. We moeten hem geven. Maar eerst, we moeten Anna vinden. Sorry, ik wil te ver met dat elevator. Oh, moet je kijken, joh, waar we zijn. Moet je kijken. Nou, laat ze maar komen hoor. Ik denk niet dat ze heel veel wapens hier hebben, dus we zijn wel in het voordeel. Je hoort ze schreeuwen, jongen. Je hoort ze schreeuwen. Ze komen eraan. Hou dit makkelijk voor je. Ze hebben wel wapens. Ja, ze hebben wel wapens, maar ze weten niet hoe ze moeten gebruiken. Het is toch wel goed dat we even die shotgun hadden weggedaan net in de trein. Kijk uit jongens, dank je. Wow, dit is echt gek. Dit is echt gekke werk. Uh-oh, ik moet reloaden. Ik heb ook nog maar 20 kogels. Ik ga wel snel door mijn ammo heen zo hoor. Yo! Gaan we in het karretje of wat? Ik vind alles best zo lang we hier maar weg kunnen eigenlijk. Wat gekke mensen dit. Waar zit... Oh, die zitten er al in! Oh, sorry! Ik ben er! Ik wist niet dat ze in dit karretje gingen. Dat had ik helemaal niet gezien namelijk. Oepsie! Is niet erg. Hoe meer we killen, hoe beter het is eigenlijk in dit geval. Ik heb nog maar 3 kogels, that's it. Ik heb nog maar 1 kogeltje. Dat is alles wat ik heb. Oi, 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 oi. Just like our old D6. Even the lift is the same, exactly. I'm quite fortunate. This way, we can hope to find Anna. Still, the complex is huge, and we have 10 minutes at the most. So, we'll have to split up. Sam, you check the filter room, the generator hall, and the storage. Idiot, you come with me to the command center. And Ik? Artyom, you take the barracks and the sick bay. Cool. We hebben zo meteen wel echt kogels nodig. Oh mijn god, kijk ze rennen. Yo! Nou, wij moeten hier zijn. Ik zet mijn flashlight aan. Oh jongens, toch. Even kijken, ik wil even ammo meenemen als ik die kan vinden. Dank u. Even snel alle kissies doorkijken. Ja, daar lag maar 1 kissie helaas. Hier staat nog wel een kissie. Ik heb nu echt alles nodig wat ik kan meenemen, want ik heb bijna niks meer namelijk. Oké. Okay. Hoeveel kogels heb ik in mijn AK? Ik heb nu eigenlijk 10. 10 kogels. Ja, dan moeten we met de ballen gaan schieten. Met de stalen ballen. Oi, 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 oi.
Oh, en de lampen gaan uit. Oh ja hoor. Oh ja hoor, en de deuren gaan dicht. Geen weg meer terug nu. Ik vertrouw er ook helemaal niks van gewoon. Oké, de stroom is weer aan. En de deur is nu ook een stukje open. Alright. Kunnen we er tussendoor sneaken gewoon. Oh! Sst, maat, ze hangen gewoon op de hekken, joh. Zo, hij hangt hier. Moet je kijken, wat een gek, joh. Bro! Ik wil het liefst niet schieten, want ik heb niet zoveel kogels, zoals ik net al zei. Zolang ik goed op die hoofdjes kan schieten, dan is er op zich niks aan de hand, maar... Ik moet oppassen dat ik niet de lucht van dit wapen kwijt ben. Als er geen lucht meer in zit, dan schiet hij natuurlijk ook niet meer. Hoi, hoi, maar ik moet wel even zorgen dat ik hun wapens en kogels meeneem, want anders... hebben we echt, echt een probleem gewoon. Oké, zo, hebben we sowieso wat nieuwe kogels nu. Hier ook nog meer, dank u wel. Alright, we hebben wat kogels erbij. We moeten ze echt even gaan looten, maar je hoort ze ook schreeuwen, hè. Ho! Jesus! Gekke mensen hier, jongen. Gekke mensen hier. Nop. Hey, ik doe het rustig aan als je het niet erg vindt, want... Boom! Oh, jezus! Maat! Ze komen ook gewoon recht op jou verrennen, joh, die gekken. Ze zijn echt gek, hoor! Ze zijn echt gek! Oh, ik moet serieus reloaden. Sorry, ik had geen kogels meer. Even mijn pistools reloaden. Ik heb heel veel kogels gekregen voor de AK. Oh, ze rennen ook gewoon op je af, jullie gekken. Ze zijn echt niet accuraat gewoon, die mensen hier. Dus ik weet zelf ook niet echt waar ze mee bezig zijn. Maar ik neem nog meer kogels mee. Ik heb al vet veel kogels voor teruggekregen. Dus het gaat wel goed op deze manier. Maar kijk, dan hangen hier ook allemaal lichamen, hè. Iedereen die hier is gewoon is gekomen om, zeg maar, veiligheid te zoeken. Die is door hun afgemaakt en door hun waarschijnlijk ook opgegeten. Als ik het zo bekeek allemaal. Dus ja, wat er hier allemaal is gebeurd... Oh, ik moet er weer tussendoor sneaken. Dat willen we eigenlijk niet weten, maar iedereen die hier is gekomen... omdat ze dachten dat het veilig is, die is hier niet meer weggekomen ook. Ik hoor jullie weer. Komt hij uit het plafond, jongen. Wat een gek. Oh, er kwam er nog meer. Ze schieten ook gewoon hun eigen mannetjes neer, jullie gekken. Maakt ze helemaal geen reet uit. Het beste is om hier naar boven te klimmen. En om via boven te gaan. Want kijk, hier... hij verbrandt nu levend. Gaan we het niet kunnen overleven. Want ze hebben daar opgeschoten namelijk. Dus we lopen rustig door het ventilatieschaft. Ik kan hier naar beneden. Maar ik denk dat ik even doorloop hier doorheen. Ja, kijk, hier kan ik ook naar beneden. Is die op... Oh, die kan niet oploffen. Alles meenemen wat we kunnen. Even de deur openmaken. Jezus, joh. Je hoort ze ook schreeuwen, hè? Ik wist dat hij eraan kwam, want hij zat te schreeuwen. Er komen er nog meer aan. Wat gek is, ze komen gewoon met scheppen op je af. Die wil ik niet in. Doe even hieruit. Ik ging er per ongeluk in, er komen ook allemaal vliegen om mijn gezicht. Alles meenemen wat ze hebben, dankjewel. Oh. Wat? Hij doet niet eens door! Wat zit hij te eten? Oh, er ligt gewoon een gezicht. Oh, er ligt gewoon gezichten in. Oké, okay, nu weet ik het zeker dat het kannibalen zijn. Oh, er lag gewoon een gezicht in die koelkast. Rally
Heb ik helemaal geen armor, niks aan. Ze schiet gewoon allemaal in één kogel kapot. De kluis openmaken. Zal ik een beetje kijken natuurlijk waar we precies naartoe moeten. Oh kijk, hier kunnen we onderdoor. Maar ik weet nu niet of ze Anna al hebben gevonden. Maat, echt waar. Dat zagen ze even niet aankomen. Zitten nu ook, onze mannen zitten ook te schieten. Zo jongen, holy, alles ontploft ook hier. Het is wel fijn dat ze gewoon echt geen armen hebben hoor. Gaan nog steeds goed. Is allemaal gelukt, boys? Hier op de schakelaar, dan kan ik de deur open doen. Je hoort de ander ook iedereen overhoop schieten. Ja, de deur is open. De deur gaat ook weer dicht. Oh, daar komen ze hoor. Holy knetter! Wat is dat voor gek? Oh. Heb ik nog kogels? Ik heb geen kogels meer. Letterlijk een kogel zijn op, jongens. Jesus. Ik moet weer reloaden. Is die nou nog niet neer? Oh, wacht. Ik hoor er ook een ren, of niet? Nee. Ik heb dit wapen is nu ook leeg. Oh! Doei! Hoe ga ik hem ooit uit kunnen uitschakelen, joh, deze gek? Zit er niet iets waar ik op kan schieten of zo? Nergens een tonnetje, hè? Nee. Ik zou niet weten hoe ik moet uitschakelen. Ik heb ook geen lucht meer. Eerst het wapen oppompen. Waar kan ik hem raken, joh? Oh, hier! Ik heb hem... Ja, hij zit nu... Ik kan hem daar in zijn buik raken. Daar is het open. Eens kijk, zij hebben wapens. Zij hebben nieuwe kogels. Ik heb helemaal geen kogels meer. Heb jij kogels voor me, bro? Ik kan hem in zijn buik raken. Daar moet ik hem raken. Ik raak hem heel de tijd ergens... Waar ik hem helemaal niet kan raken, zeg maar. Oh, die was scheef, joh. Even snel zijn kogels stelen, wacht. Ik heb zijn kogels. Hij reed me hard, hoor, die gast. Jesus. Even een medikitje poppen hier nu. Ik heb er 5 bij me, dus dat is wat chill. En hij is neer. Ik moest hem in zijn buik raken. Ik raakte hem heel de tijd op zijn armor. Vandaar dat hij dus ook niet neerging. Ik ga wel wat wapen meenemen. Het spijt me zeer, maar... Er zitten wel maar 24 kogels in. We gaan wel nieuwe kogels kunnen vinden, denk ik. Want dit is echt een bruut wapen, namelijk. De deur gaat voor ons open. Oh, er komen er nog meer, hoor. Oh, ik wil hier graag weg. Kijken of zij nog kogels hebben, want dit wapen is bijna leeg namelijk. Oké, ze hebben nieuwe kogels. Even reloaden. Take Reese, take Sisi. Zo, 34 kogels hebben we er nu in zitten. Dat is wel wat beter, ja. Alright, dan gaan we weer verder. Is dat Anna? Nee, hè? Leeft die nog? Ik hoop het niet. Oh, dit is wel Anna.
Ik zag het niet goed, joh. Artyom, I knew. Behind you. Uh-oh. Dat is die dokter. Unlike you, a hero. You're not saving anyone. Just like the others. So just... Freeze! Yes. Let him go! Don't kill me! Now! Remember what I told you. There was an explosion. Oh my god! Are you alright, Artyom? Thank god. Lekker bezig, Anna! Die snijdt zo die keel door, joh. Ja, laten we dat doen. Kijk, dan lig je allemaal hoofd, jongens. Dit is echt niet normaal, hoor. Dad, it's me. Moet je kijken. Ik reload even alle wapens die ik heb. Oké. Okay. Yes, sir. Let's go. I need to catch my breath a bit. Ik doe het rustig aan voor je. Allemaal vliegen hier. Kijken hoeveel mensen hebben afgeslacht, jongen. Echt niet normaal, hoor. Kijk hoe ze loopt. Kan niet meer lopen. Kom, kom. Ik ben er bijna. Nog even doorzetten. Kom. Silentius with his damn fanatics. Die komt niet meer ver. Nee, we moeten hier echt zo snel mogelijk weg, want ik weet niet hoeveel van die gekken er nog zijn. It appears there was still space for growth. We could have got killed there. We almost got eaten here. That bastard. Unbelievable. To think he used to be a doctor. Don't matter. We'll see what happens now. We did survive him, after all. Zeker weten waar. Ze heeft ook niet even een wapen meegenomen. Ze heeft een mes aan ons gegeven. Ze heeft zelf niks. Oh, dit zijn onze messen. Of niet? Ja. I'm all right. Who could have known? Who knew these creatures here kept eating people for 20 years? Could you imagine that? I'm sorry. I got carried away like a greenhorn recruit. The minister was going to see me. Conceit made me complacent. I even saluted those ghouls. Some fucking ark. These monsters have been made like the watchers in Moscow. Those keep people on the ground with their deceit. But these... All right, but what do we do I'll now? I'll be damned if I know, Anna. No idea. Have you found anything, idiot? At defense sites, HQs, all the information is outdated. All links are long gone. Still, the ones that light up worked for at least a few years after the war. What's down there? It's Caspian 1, a comm center. There's one more just like that in Novosibirsk. Are you going to drag us to some other bunker now? I don't know. We have to make the decision together. Hate to interrupt, but it's quite hot here. Did you get everything you could, idiot? We're leaving. One moment. I'll finish breaking everything here. Come on, come on! Okay, all done. Zo, ze hebben een wapen gepakt, dank je. Okay, hij is klaar. Hij heeft zijn tasje mee. Hij heeft zoveel mogelijk informatie proberen te pakken wat hij kon. I don't think you should have put it like that, Anna. It all worked out this time, didn't it? It worked out. It really did. My concern is that it doesn't. Ik ga heel snel de zaklamp opladen. Of course not. All the more reason to strive and spend more time of what is allotted to me with that guy over there. I've done no cash to me. What the f... What the f... Bro...
jongens. Weg hier. Yes, sir. Er wordt nog meer geschoten. Hè? Hij is nog steeds aan het schieten. We gaan langzaam naar boven toe. Uh-oh. Het is een leuk wapen, maar heel accuraat is hij niet. Maar hij is niet erg. Oost! Oh, dit wapen is leeg. Heb ik nog een ander wapen? Ja, gelukkig. Oké. Deze is leeg. Uh-oh. Oh, zo. Die explosieven zijn ook niet heel handig. Oké, we zijn er. Eruit. Ik heb geen kogels meer, jongens. Oh! Jongens, ik heb geen kogels meer. Ik kan niks meer. Er vloog iets langs Anna de hoofd, zo zag je dat? Ik heb helemaal niks meer. Ik kan niks meer doen. Ik heb helemaal geen kogels meer. Dus jullie moeten schieten, jongens. Kijk hoeveel er zijn. Holy knetter, ouwe. Kijk hoeveel er zijn. Hier, ik heb een aansteker voor jullie. dat is alles wat ik nog heb. En de poort is dicht. Jeez, Melies. Dat was echt gekke werk. Een paar uur later. Oh, to think I believed those pricks from Hansa. I believed that Moscow was controlled by the HQ. That we were under occupation. That we were still in war. That there were generals here giving orders. What an idiot, Suka. Wat nu? I will repeat my question. What do we do now? Dank je, Anna. Could we go back to Moscow? Tell them the truth about the war. The government. They'll shoot us on approach. And even if we do break through, what can we do against Hansa? Who'd believe us with no proof? What about going back to Volga? We could live there. What do we do about the locals? They weren't exactly happy to see us there. Do we kill them all? Is anybody here up for that? Back in Moscow, Artyom had been dreaming of finding a habitable place and building a colony there. Isn't it time we got to it? The idea is good. But how do we find the place? Just keep traveling? The Aurora needs an overhaul. What do we do if it breaks down? Satellites. What satellites? You want to leave the fucking planet? There's a satellite communication center on the Caspian Sea. It survived the war. Oh. If we gain access to the data collected by the satellites... We won't have to travel randomly. Radiation level maps, even your regular satellite photos could really help us out here. That's an idea. What if there is something worse than cannibals there? Who's so erg, Phil? It will be. But first, we're going to be really careful this time. And second, does anyone have any better ideas? Nope. I don't. Well, I guess we've got ourselves a new plan. No. Shall we look for that place you wanted? Sound the horn, then. Thanks. Dat houdt wel in dat we een heel erg ver stuk moeten gaan rijden met de trein. Oh, dat we dat hebben overleefd, joh. We konden het ook gewoon op verwachten. 3 months of constant trial. 3 maanden. After Yamantau, we are ready for anything fate can throw at us. Mere kilometers separate us from the Caspian One communication center. Will the maps within yield a spot free from radiation, where we could finally settle in peace? I don't know. But what's left for us but hope? The desert is taking its toll.
The crew suffers from heat and thirst, and the Aurora is not in her top form. We're out of coal and had to switch to burning available fuel. Old cross ties and twigs. Oei. De Aurora die heeft dus geen brandstof meer, geen kolen meer, die zijn opgeraakt. Plus, we zijn natuurlijk nu naar de woestijn gegaan. En de hele crew die heeft last van de hitte. En die heeft natuurlijk heel erg veel dorst. En ja, de hele wereld, of althans heel Rusland, die is vergaan. Dus dat is ook niet meer zo makkelijk om te vinden. Dus hoe dit verder gaat, dat gaan we de volgende keer weer zien. We zijn in ieder geval van het begin tot aan Yamantai 3 maanden lang op pad geweest met Aurora. En dan komen we gewoon daar aan en dan wonen de kannibalen. Dat is echt dikke troep gewoon. Maar we hebben het overleefd. Dat is het allerbelangrijkste. Dus we gaan de volgende keer gewoon weer verder. Dus mocht jullie hebben genoten, ram natuurlijk zo'n Skype op lijn op. Zou ik super doof vinden. Vergeet niet te abonneren voor meer. En ik hoop jullie ook weer te zien bij de volgende aflevering. Bye bye mensen.